Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 16 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Altijd een beetje een dubbele datum, want vandaag zou mijn opa 93 zijn geworden van mijn moeders kant. Hij is inmiddels al wel weer heel erg lang geleden overleden, maar dan hoor je die datum en dan denk je toch altijd, ja, het was toch altijd zijn verjaardag. Hij vierde het meestal al niet meer, want hij vond het vaak te druk. Maar dan ging mijn moeder gewoon altijd wel langs en nam ze gewoon iets lekkers mee. Hij was dol van die kippetjes of dat soort dingetjes. Dus dan nam ze wel wat voor hem mee. Dat vond hij dan wel hartstikke leuk, maar groots vieren, dat wilde hij echt niet meer. Dat was gewoon echt te druk voor hem. Maar je denkt er toch altijd nog wel weer eventjes aan. Dus toch ook altijd wel weer een beetje een soort van dubbel, zeg maar. Dus ja, hè, dat is dan toch wel dat je dat toch weer eventjes naspookt. En we hadden het er ook eventjes over in de groepsapp. Dus ja, toch wel een beetje dubbel altijd. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden, na vier handen op één buik. Was op zich allemaal wel weer mooi om naar te kijken. Vanaf volgende week dinsdag heb je weer Bureau Maastricht met Ewout. Dat vind ik altijd heel mooi. Dus daar heb ik ook wel weer zin in om naar te gaan kijken. Want we beginnen toch nu in het najaar toch best wel weer wat mooie programma's. Ik ben een beetje verkouden. Ik heb daarom ook gewoon een dikke trui aan. Het is best wel zonnig buiten. De temperatuur is niet koud. Het is inmiddels zo'n 21 graden. Je verwacht het bijna niet, maar ik vond toch de trui wel lekker. Ik had het ook niet zien aankomen, maar je hebt ook echt je jas wel nodig. Dus niet dat je zonder jas naar buiten moet gaan, denk ik dan. Want helemaal als je al verkouden bent. Maar ik denk dat het met je jas misschien ook nog wel in de zon een beetje warm kan zijn. Maar ik vind het wel prima zo. Verder heb ik gisteravond even lekker een spelletje gespeeld en ben ik mijn vlog verder af gaan maken. Is allemaal gewoon goed gelukt, dat was fijn. Ik probeer de vlogs weer iets korter te maken, maar ik merk gewoon dat ik soms misschien te veel vlog. Dus ik doe mijn best om ze niet altijd meer een uur te laten duren, maar ik merk dat het niet zo heel erg goed lukt nog. Daarna ben ik verder gegaan met de Netflix-serie en De Ring. En ik ben nog steeds wel verbaasd dat ik hier niet eerder aan begonnen ben. Maar ik had het liefst gehad dat alles erop zou staan. Maar ik wist niet hoe lang het precies duurde. Want morgen valt hij al af, dan komt hij niet. In verband met de televisiering-gala. Maar goed. En ik hoorde trouwens ook nog dat ik een foutje had gemaakt. Want Nederland heeft afgelopen maandag gespeeld. Maar dat was heel treurig om te zien. Dat was niet heel erg goed weer. Dus ik zei in de vorige vlog dat ze vandaag moesten spelen. Maar het was dus maandag al. Toen ben ik lekker ook naar bed gegaan. Nog even mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Dus allemaal wel weer prima. Ik ga nu zo meteen even de woonkamer lekker doen. En ik heb nog zo'n rond plateau. Daar wil ik eventjes wat van die spreetjes op gaan zetten. Daar wil ik jullie dan even bij mee gaan nemen. Even kijken hoe het een beetje past en gaat. En ik wilde jullie nog even twee leuke nieuwe vestjes laten zien. Die ik had binnengekregen. Dus dat zal ik even doen. En dan neem ik jullie straks even mee als ik die plateau ga inrichten. Want het zijn eigenlijk van die koelkast organizers. Maar je kunt ze dus op meerdere manieren gebruiken. Ik geloof dat Action ze tegenwoordig ook hebben. Ik had deze nog bij de Vibra gekocht. Ik ga dat eventjes laten zien. Dan ga ik even mijn huis een rondje maken. En dan neem ik jullie daar eventjes bij mee. Nou, ik had dus twee versjes gekocht. Maar ik heb ze even op de webshop gekocht van Lidl. Want ze waren vanaf afgelopen zaterdag in de winkel. En ik wist gewoon, nou, als ik er aanstaande donderdag kom, is alles gewoon weg. Want dat heb ik al vaker gehad. En morgen is mijn coach ook wat later, had ze al gezegd. Ik ga het even openmaken. Ik heb van de ene een iets groter maat. Want ze waren er allemaal al een beetje uit. Ja, die komen dan heel netjes in plastic. Maar ik zal hem er even uithalen. Ik ga hem nu even niet passen, maar jullie zien het dan wel. Kijk, een heel lekker stofje vind ik het. En dan is dit de zwarte. Een soort terriestofje. Die knoopjes zijn ook echt... Oh, er moet je wel gewoon doorheen. Kijk nou hoe leuk. Het is echt een superleuk vestje. Dus dat is dan deze. En dit is de 3638. En die andere is dan iets groter. Maar hij voelt heel lekker aan. Ik zal even kunnen kijken of er nog in staat waarvan het gemaakt is. Kijk, er zit ook nog een extra knoop bij. Dat is altijd wel handig. Zo. Staat er een samenstelling bij? Vast wel.
polyester. Polypril of zo. Nou, dat zegt me helemaal niks. Maar goed, dit is de zwarte. Jullie gaan het wel een keer zien als ik het aan heb. Ik heb nu eigenlijk niet even heel veel zin om weer... Ik moet me even over mijn trui heen aan kunnen doen. Dat zou ik wel even kunnen doen. Dat kan ik zo wel even doen. Even over mijn trui heen aan. Ik heb hem dan ook in het wit. Dit is dan de iets grotere. Dit is dan een emmetje, dus 40-42. Ik denk dat het hier wat ruimer zit, maar op zich voor een versje vind ik het niet heel erg. Kijk, en dat is dan deze. Het is eigenlijk precies dezelfde. Alleen deze heeft geen vakjes. Kijk, die andere heeft vakjes. Het zijn wel twee iets andere versjes. Ze zijn niet precies hetzelfde, want die zwarte heeft dan hier vakjes. Hieronder. Maar ik zal het wel eventjes ook mijn trui aan doen. Dan kunnen we gewoon even kijken. Dit is dus de iets grotere maat. Het stoort me niet. Hij zit gewoon lekker lang nu bij de mouw. Dat vind ik op zich wel lekker. Het is een heel lekker stofje. Kriebelt ook niet. Ja, het ziet er nu daaruit met die trui eronder natuurlijk. Maar ja, ik vind het wel een heel leuk vestje zo. Ja, het is alleen eventjes, je moet die knoopjes. Dat is een beetje moeilijk. Maar dan ben ik ook wel even benieuwd hoe die 36-38 zit. Ik denk dat hij ook wel goed zit. Kijk, deze zit gewoon best wel hier wat ruim, zeg maar. Dat merk je, maar voor een vestje vind ik dit wel lekker. Dus ik zal ook even die andere aantrekken. Dit is dan de zwarte. Die zit ook heerlijk lang bij de mouwen. Ja, die zit dan net iets meer passende, zeg maar. Die valt iets minder oversized. En deze zit dan iets korter hier. Maar ik vind het eigenlijk wel heel prima. Want weet je, normaal gesproken met je broek. Of als je dit er zo bij in doet, dan zie je gewoon je broek eronder. Het zijn wel lekkere vestjes, jongens. Echt heerlijk. Ik weet niet wat er nog van te koop is, want het ging in de webshop ook heel hard. Maar die mouwen zitten zo lekker lang. Ik hou daarvan. Ja, heel blij mee. Het zit echt gepast. Ja, dit is wel een fake zakje. Ik vind het wel gek dat het bij zwarte wel zit en bij de witte niet, maar dat maakt niet uit. Ja, zit ook heel lekker. Blij mee in ieder geval. Nou, ik heb hier dus die bak en die ga ik nu dus eventjes vullen met mijn, spreetjes en zo. Dan ga ik die neerzetten. Dan kan ik hem zo ronddraaien. Dat ga ik nu mooi eventjes doen. Nou, zoals je kan zien heb ik hem dan zo neergezet en dan kan ik hem gewoon zo ronddraaien. Als ik dan wat nodig heb, dan kan ik het pakken. Dus ik vind het op zich wel fijn. Misschien had ik er nog wel eens iets aan veranderen, maar ik vind het voor nu wel, wel fijn. Er zitten nu bijvoorbeeld ook speetjes in, die misschien niet per se erin hoeven. Maar ik vind het voor nu wel een goede oplossing eventjes. Dus ja, voor nu laat ik het eventjes zo. Zo, ik ben klaar. Alles is weer lekker schoon, dat vind ik altijd weer fijn. Even goed ook onder de bank weer. Doe ik gewoon eerst met de plumeau. Want ik kan er niet zo makkelijk met stofzuiger onder. Ja, dan moet ik helemaal op mijn buik gaan liggen. Nou, dat zag ik ook niet helemaal zitten. Maar het is allemaal wel weer gedaan. Kartjes hebben ook net lekker eten gehad. Alleen, ja, nu ging het tijgertje en muis in één keer mee eten bij Mickey. Normaal is Mickey echt super snel met eten. Maar ik had muis al bewust niet zo heel veel gegeven. Want die heeft nogal eens de neiging om te gaan overgeven. En die ging zelfs nou al bij Mickey mee eten. Ik denk, ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ja, goed, Mickey doet het bij hun ook wel eens. Ja, weet je, dan is het eigenlijk gewoon een beetje, ja, nu haat ze bij haar mee. Omdat ze niet zo snel was. Maar ze hebben er wel weer van genoten. Maar ze zit nog steeds al dat sap uit het bakje te likken. Dus dat is wel fijn. Ik ben ook wel blij met die bak die ik nu er neer heb gezet met al die geurtjes erin. Net wat ik zeg, ik denk dat ik het hier en daar misschien nog wat ga veranderen. Want ik vind het nog niet helemaal perfect. Maar ja, ik vind het op zich wel handig want met dat draaiplateau. Dus voor nu vind ik het eigenlijk wel eventjes goed. En dan kijk ik gewoon eventjes later hoe ik het eventueel nog kan veranderen of iets. Want ja, soms blijf je gewoon dingen veranderen. Maar voor nu was ik er wel blij mee. Ik ben ook nog steeds heel blij met die vestjes. Het lijkt een soort teddystof, maar ze werden niet omschreven als teddyvestjes. Maar ze zitten lekker warm. Ik ben zo blij dat ze goed zitten, ook bij de mouwen. Die zwarte zit dan iets korter natuurlijk. Maar ja, ik had op zich een emmertje kunnen hebben, maar het is prima zo. Ik hou het gewoon lekker zo.
Gewoon met een lekker shirtje eronder, dan is het ook helemaal goed. Wasmachine draait nog. Ik had even de zwarte was erin gedaan. Want nou is de wasdom weer redelijk... Ja, hij is niet leeg, maar het is nu weer redelijk, zeg maar. Dus nou, die duurt nog eventjes. Dus die kan ik dan straks wel weer verwerken. Soms ga ik eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van Oogappels. Dat ga ik eventjes opnemen. Dat ga ik dan later vanavond even terugkijken. Daar heb ik wel zin in. Daar kan ik altijd onwijs van genieten. Vind ik zo'n leuke serie. Ik vind het nu wel heel leuk. Mijn moeder en Nathalie die kijken dus ook. En vanavond begint het perfecte plaatje. Dus ik wil dat wel gaan kijken. Ik vind het altijd wel leuk. Dus even kijken hoe dat weer afloopt. Ik weet niet precies wie er allemaal meedoen. Kandidaten, werd me niet helemaal duidelijk. Maar dat ga ik wel zien. Dan neem ik even Steenrijkstraat arm op. Dus dat moet ik straks even allemaal nog instellen. Verder ga ik nog wel even een spelletje doen en lekker mijn blogpost schrijven. De vlog in elkaar zetten niet. Uploaden, de thumbnail in elkaar zetten, dat bedoelde ik. En dan ga ik lekker verder met de laatste aflevering van de Netflix-serie. Wel heel jammer, want hij is dus heel hoog binnengekomen. Hij schijnt echt weer in de top 10 te staan. Dus zeker een aanrader, deze serie. En nou ja, dan ga ik Oogappels kijken. Dan ga ik lekker naar bed nog even lezen en dan ook lekker slapen. Dus dat is eigenlijk mijn planning. Maar ik ben wel blij dat alles hier weer heerlijk schoon is. Geeft altijd een fijn gevoel. Ik ga nu eventjes wat drinken en dan eventjes lekker relaxen. Dus ik zeg bij deze dan gewoon tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 17 oktober. Ik ga mezelf eventjes klaarmaken. Dus ik ga straks weer boodschappen doen. Maar ik dacht, dan heb ik even twee vliegen in één klap. Dan kan ik één jullie bijpraten en mezelf eventjes opmaken. Maar ik heb gisteravond... mijn eten was te heet en dat is tegen mijn gehemelte gegaan. Dus ik heb het gevoel dat er een blaadje of iets zit. Voelt niet fijn. Een soort dubbel laagje of iets. Dat een beetje, voelt een beetje vervelend aan. Maar ja. Moet maar weer... Gaat wel zo wel weer over, maar het voelt voor nu even vervelend. En gelukkig als ik dan ga slapen, heb ik natuurlijk dat knarsgebitje in. Dus dan merk ik het niet zo. Maar ik heb nu even zoiets van, oei, ik voel hem wel. Gisteravond kwam er best wel heftig nieuws binnen over een van de voormalig leden van One Direction. Of ex-leden, ik weet niet hoe je dat noemt. Want die hele band bestaat niet meer natuurlijk, dacht ik. Nee, volgens mij niet. Want ze zijn volgens mij allemaal wel solo gegaan en... Ja, dat soort dingetjes. Liam Payne was overleden. Maar ik schrok eigenlijk hoe jong hij was. Want hij was dus pas 31. En dan wist ik wel dat het jonge jongens waren. Maar ik dacht eigenlijk dat ze nog jonger waren. Ik wist niet dat deze eigenlijk maar 2 jaar jonger was dan mij. Maar die zou uit een raam gevallen zijn in Buenos Aires. Argentinië. Geloof ik was het, ja. Of was het niet Buenos Aires? Nou, het maakt het niet uit. Hij is in ieder geval uit een raam gevallen. En 13, 14 meter hoog. Ja, en daar is hij dus aan overleden. En nu gaan ze natuurlijk onderzoeken van, joh, hè, is het een ongeluk of zelfmoord of wat dan ook. Ja, moord misschien, maar ja, dan moet je wel heel sterk zijn, denk ik. Maar goed, dus daar schrok ik wel een beetje van. Ik dacht wel van, wow. Ja, wel tragisch, zeg maar. Maar ja, je hoort natuurlijk best wel vaak, hè, dat die jonge mensen die dan bijvoorbeeld heel veel roem hebben, dat ze dan ja, eigenlijk helemaal niet gelukkig zijn met hun leven. Maar ja, het kwam echt zo binnen. Ik dacht, wow. Dus nou ja, best wel heftig. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Het Perfecte Plaatje. Ik moest wel erg lachen op een gegeven moment. Giovanni van Bronckhorst doet mee en Lex Uiting. Hij is dan ook bij RTL Boulevard. En later kende ik hem daar ook wel van, inderdaad. Maar ze hadden dus een opdracht op een gegeven moment. Dan moesten ze iets doen wat ze vroeger wilden worden. En die Lex Uiting die wilde heel graag... verslaggever langs de lijn zijn. Dus je hoort hem de hele tijd Ajax-liedjes zingen. Nou, zegt die Giovanni, dat vond ik nou net iets minder de hele tijd Ajax-liedjes. Want hij is natuurlijk jarenlang trainer van Feyenoord geweest. Maar ik moest wel heel erg lachen hierom. Dus ja, was wel heel erg leuk. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. En toen heb ik een blogpost geschreven.
Ik had nog wat nieuwe boeken gevonden. Ook weer een leuk kerstboek. Dus die wilden mijn moeder en Nathalie ook allebei al hebben. Maar om hun moet ik eerst dan ook even deel 1 sturen. Want ik heb deel 1 al gelezen. En nu is dus deel 2 uitgekomen. Ik ga ze nu nog niet lezen. Ik wacht echt nog wel eventjes. Ja, ik doe pas meestal na Sinterklaas begin ik de kerstboeken te lezen. En dan doe ik het tot de kerst. En dan is het ook prima. Ik weet niet. Ik vind midden in het jaar kerstboeken lezen of zo niet leuk. Ik weet niet of mensen dat herkennen voor de lezers onder ons. Maar nou ja, ik vind dat helemaal niks. En toen ben ik de laatste aflevering van de serie gaan kijken. Die echt super spannend was. Ik had niet verwacht hoe het einde, hoe die was, had ik niet eigenlijk helemaal zien aankomen. En daarna ben ik begonnen met het nieuwe seizoen van Oogappels. En dat was natuurlijk weer onwijs genieten. Je moet er altijd heel erg lang op wachten natuurlijk, op Oogappels. Maar ja, ik vind het zo'n leuke serie. Ik ben zo blij dat ik daar toen aan begonnen ben om dat helemaal te gaan volgen. En mijn moeder en Nathalie volgen ook. Dus Nathalie die keek het wel gelijk op de tijd dat het kwam. Dus ik zei tegen haar, ik kijk later eventjes, want ik kijk nu even het perfecte plaatje. Maar het was wel weer super leuk. En toen ben ik naar bed gegaan, toen heb ik lekker mijn boek gelezen. En nu begint het heel erg leuk te worden, maar nu is het alweer bijna uit. Wat ik al zei, ik heb nu wat dunnere boeken gepakt of zo. Dus ja, dat eigenlijk. Verder prima avond. Toen ben ik gaan slapen en ik had wel weer een beetje raar gedroomd, maar dat is hoort een beetje bij mij. Nu ga ik me even zelf verder klaarmaken. Ik neem jullie straks eventjes mee weer naar de winkel, zoals elke donderdag. Dat is het eigenlijk ook wel verder niet heel erg veel bijzonders of zo. Ja, je hebt gewoon een beetje de standaard dingetjes. En is ook prima. Ik ga jullie gewoon weer zien als ik terug thuis ben. En ik laat jullie natuurlijk dan eventjes, ik neem jullie weer even mee een rondje door de winkel. Dus dat is voor nu eens eventjes de planning die ik ga doen. Dus ik ga mezelf even verder klaarmaken en dan zie ik jullie weer later. Zo, ik ben weer terug van de boodschappen. Het is ineens ook heel erg donker buiten. Er hangt ook wel een donkere lucht, maar het is ook heel vies benauwd. Dus ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Kattenbrokken weer, dus elke week standaard. Dan heb ik lekker riplap gekocht voor zondag. Die waren nu in de aanbieding. Ik vind ze van de Lidl het lekkerst. Dit leuke blouseje kwam ik nog tegen met ruffeltjes. Die vond ik wel heel erg leuk bij de Lidl. En dan heb ik een fles cola meegenomen. Was in de die app, zeg maar. Een snoepeltje voor straks. Dan heb ik nog deze leuke teddy trui gekocht. Leek me wel lekker voor de winter. Ik hou van teddy. Ik heb een SM'tje gekocht. Die was bij de trekpleister. En toen kwam ik tot een grote verrassing. Het schort tegen van Francine. Die had ik al gezien. Die vond ik heel leuk. Dus die heb ik toch nu kunnen kopen. Want die hadden ze niet binnen gehad. En nu lagen ze er ineens. Twee keer slaapdrinken die waren in actie. Lekker een kipfiletje. Broccoli. Felix weer brokken. Ik dacht dat ik nog wel staan, maar alles was al op. Toen heb ik een paar van die mini lekkertjes gehaald. Lekker voor bij de koffie. Dan heb ik Always gekocht. Ik had altijd Libresse, maar die toplaag laat steeds log. Dat is echt heel vervelend. Dus ik hoop dat deze wat beter zijn. Dus ik heb nu maar voor deze gekozen. Even kijken of dit wel wat is.
Die nieuwe primer, die van mij, die was bijna op. Oh ja, voor mijn moeder had ik ook zo'n tasje gehad, een bruine. Die vond hem zo leuk. Die zei, ik vind een bruine wel leuk. Toen zei ik, zal ik even voor je kijken. Ze hadden nog één bruine, dus die is voor mijn moeder. Dan heb ik verder nog spekjes. Deze weer, die was bij de Aldi. Dat is de tapijtreiniger. Die vind ik heel fijn. Ook voor de katten met geurtjes en zo. Dan hebben we boontjes. Zeker chocomel, die was in de aanbieding. De toetjes weer. Aardappeltjes. En patatjes. En dat was alles wat ik had gehaald. Dus ik ga dit zo even opruimen. Ik ben een beetje moe hier. Dus, nou ja. Komt wel weer goed. Ik ga nog heel even relaxen. Straks lekker douchen. Lekker eten. En dan vanavond goede tijden. En lekker kijken naar de televisiering. Dat heb ik me wel op verheugd. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En ja, dan ga ik mijn foto's bewerken. En nog even een spel doen. Dan ga ik beginnen met de Lycon Lawyer. Het nieuwe seizoen. Daar heb ik zin in. En daarna weer eventjes naar de ring kijken. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek uitlezen, denk ik. Ik had jullie even meegenomen, de trekpleister in. Verder niet heel bijzonder of zo, maar nou ja, vond het wel leuk. Dus nou, ik ga eventjes opruimen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want verder ga ik nu toch niks meer doen. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus eventjes een beetje rustig aan. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag 18 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen van het oogschaduwpaletten van Max & More. Maar als deze vlog online komt, staat die video online. Dus dat is wel weer fijn. Het is vandaag nog best wel zonnig. Dus ik heb nu maar eventjes niet de dikke trui uit de kast gepakt. Ik had het gisteravond ineens zo onwijs warm gekregen. Het is nu 20 graden. En het is wel de laatste dag. Want vanaf morgen gaat de temperatuur weer heel zachtjes naar beneden. Maar is hij nog wel vrij zacht. Maar ik vind het gewoon heel erg vies benauwd, moet ik zeggen. Ik vind gewoon, ja, het is gewoon eigenlijk, de temperatuur is best wel redelijk zacht, maar er hangt zo'n benauwde lucht. Ik merkte dat gisteren al heel erg met boodschappen doen, dan kwam je weer zo'n winkel uit en dan dacht ik echt, oh, je krijgt echt zo'n klap voor je gezicht, omdat de temperatuur zo zacht is. En heel veel mensen zullen hier heel blij mee zijn, maar ik vind het gewoon heel erg benauwd buiten en dat, ja, is gewoon ietsjes minder. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar de televisiering gala. Ik vond het leuk, maar ik heb ook wel punten waarvan ik dacht, kan beter. Joost Klein was er. Hij kon ook een prijs winnen voor het Eurovisie Songfestival. En hij zou die prijs in ontvangst nemen als hij zou winnen, maar hij zat er al zo onderuitgezakt bij. Ook niet in een pak, nee, echt een beetje een aparte kledingsoort waarvan je denkt, het is ook niet helemaal de dresscode, zeg maar. Hij had zijn zonnebril op. Hij heeft zichzelf inmiddels zo'n imago aangemeten dat je er gewoon aan gaat irriteren hoe ongeïnteresseerd hij erbij zit. André van Duin kreeg de Oeuvre Award of de Oeuvre Ring. En hij komt van het podium af, toen schijnt hij naar buiten gesneakt te zijn. Toen hebben ze hem voor de camera gekregen en is er dus gevraagd van, wat is er nou gebeurd bij het Songfestival? Ja, is er wat gebeurd dan? Ja, zeg maar, waar heb je het over dan? Weet je wel, zo'n reactie. Ik dacht, oh, wat heb jij... Ja, ik heb weer lipgloss op, er zit weer een haatje in. Wat heb jij jezelf hoog in de bol? Het gaat gewoon irriteren nu hoe hij zich aanmeet. En dan denk ik van... Waarom doe je dit? Oké, er is van alles gebeurd bij het Songfestival. Je wilt er blijkbaar niet over praten. En is het ook nog, ja, maar van wie mag ik er dan niet over praten? Nou, je wilt er niks over zeggen. En dat is prima, als dat de regels zijn. Maar doe even normaal. En als je dan ook nog niet eens het einde van zo'n show uit kan zitten, dan denk ik wel een beetje van, nou... Nee. Het imago wat jij jezelf hebt aangemeten, doe gewoon even normaal. Maar goed. Verder, wat mij een klein beetje tegenviel, ze hebben zeg maar altijd een herdenking van de mensen die in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Wat altijd heel mooi is. Ze deden dat nu met iemand die een lied zong. Ik vond de muziek er niet zo heel goed bij passen. En voor mijn gevoel waren
ja, het geldt alleen maar voor de acteurs en de presentatoren, zeg maar. En de actrices dan en presentatrices. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer mensen overleden, waardoor je nu eigenlijk, omdat er gelukkig niet zo heel veel mensen in die categorie overleden zijn dan. Ja, werd het allemaal een beetje karig. Ik vond dat moment een beetje tegenvallen. Ik heb echt wel momenten gezien waardoor ik ook echt gewoon de tranen in mijn ogen wel had. Omdat ik dacht, wat is het mooi gedaan. En dat pakte me nu ook niet. Maar verder waren er ook wel heel veel leuke momenten hoor. Dus niet dat ik alles afkraak. Maar dit zijn wel momenten die me dan opvallen waarvan ik denk van, hey, dat ja, zou ik toch misschien volgend jaar wel anders willen zien. Verder vond ik het wel weer een hele verademing met Peter Pannekoek erbij. Die doet het toch wel op een hele leuke manier. Ik heb echt momenten gehad dat ik helemaal in een scheur lag. Dus ja, dat is allemaal wel heel positief. En ja, ik heb er verder wel gewoon voor genoten. Op een gegeven moment de laatste prijs werd uitgereikt door de Gooise vrouwen. Die gelijk wel weer in hun rol zaten. Die beginnen natuurlijk eind deze maand al op Videoland. En daarna op SBS6 gewoon de volledige reeks. Ja, dus ik vond het wel weer leuk. BNB Vol Liefde heeft niet gewonnen. Daar had ik zelf wel op gestemd, omdat dat het programma is waar ik zelf naar gekeken heb. De andere programma's heb ik nooit gezien. Het was met Jannie en André van Duin een programma. En die andere, dat was Dwars door de Lage Landen. Dat ken ik ook niet. Die heeft hem uiteindelijk wel gewonnen, drie Belgische mannen. Maar ja, omdat ik BNB Vol Liefde gewoon echt gevolgd heb en ken, heb ik daar wel op gestemd. Maar die hadden niet gewonnen. Nou ja, goed, kan gebeuren. Verder vond ik er de winnaar soms ook wel opvallend, waarvan je dacht van nou, laat die het winnen en dan won toch iemand anders het. Dus ja, dan kun je toch zien hoe Nederland toch wel anders stemt. Ik heb nog heel kort even een spelletje gedaan, toen heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik lekker gaan kijken naar de Like on Lawyer. Seizoen 3 staat nu online op Netflix. En daarna ging ik verder met de ring. En aflevering 3, dat was echt wel de spannendste tot nu toe. Dat was echt super spannend. Dus ja, was wel echt super leuk. Dus ik heb wel zin om door te kijken. Maar net wat ik zeg, ik vind het jammer dat ik nog niet alles kan zien. Maar goed, volgende week donderdag komt het ook gewoon weer. En dan kunnen we gewoon ook alweer doorkijken. Ik heb geloof ik nu nog 4 afleveringen. Dus, of 3? Nee, 3 denk ik. Dus nou, komt het ook wel weer goed. Ik ga nu eventjes lekker stofzuigen en de bakken scheppen. Ik heb trouwens ook nog lekker mijn boek gelezen. Die heb ik uitgelezen en een nieuwe gestart. Maar dat is niet heel bijzonder. En daarna wil ik eens even gaan kijken of ik wat sneakers wit kan maken. Eventjes kijken of dat een beetje werkt. Dat ze weer een beetje mooi eruit zien voor het volgende voorjaar. Dus daar ga ik jullie bij meenemen. Maar nu eerst maar eventjes stofzuigen en zo. En dan kan ik dat eventjes mooi gaan proberen. Dus eventjes lekker aan de gang. Nou, ik heb hier dat whitening spoon. Ik heb hier wat sneakers die wel eventjes een opfris beurtje kunnen gebruiken. Hier gewoon eventjes langs de randjes, zodat er weer even wat mooier wit is. Vooral ook hier, weet je wel. Nou, deze zijn helemaal vies. Ik ga er wel eerst even voor zeker even een doekje overheen halen. Zodat ik zeker weet van, joh, hè. Dat het meeste vuil eraf is. En deze zijn wel heel vies, maar die heb ik ook echt intens al gedragen. Dus nou, dan ga ik het eerst gewoon even proberen om te kijken hoe dat werkt. Want ik weet niet of het helemaal goed gaat komen, maar we gaan het gewoon eventjes proberen. Dus dat gaan we zomaar eens eventjes doen. Ik heb gewoon eerst maar even 3 paar gepakt om het te proberen. Dan kan ik later altijd meer doen.
Het resultaat. Nou, ik vind het best een mooi geluk. Het is allemaal weer mooi wit. Je ziet eigenlijk, ja, alleen die zijkanten, dat wil niet echt meer. Maar die bovenkanten zien er wel weer mooi uit. Dat is bij deze ook. En deze twee eigenlijk ook wel. Die zijn ook wel weer mooi gelukt. Ook wel weer mooi wit. De meeste vlekken eraf. Ja, net wat ik zeg, die randen, dat lukt gewoon niet zo goed. Die All-Stars, dat werkt niet. Dit is te glad. Dit heb ik met een doekje gedaan. Maar ze zijn wel weer schoon, zoals je kan zien. De neuzen, die zien er wel weer gewoon mooi wit uit. Dus dat is prima. Maar dat werkt dus niet met dat spul. Dus het werkt wel, maar het duurt wel even voordat je echt resultaat ziet. Maar ik ben er op zich nu wel blij mee. Ik ga ze nu even wegzetten, zodat ze het even goed kunnen drogen. En dan kunnen ze terug mijn kast in. Maar dan zijn deze alweer in ieder geval goed gelukt. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, ik vind het wel jammer dat je niet helemaal die zolen ook helemaal netjes krijgt. Ja, hier zie ik ook nog wel het een en ander aan vlekjes. Daar ga ik denk ik nog even een keertje overheen. Maar op zich werkt het wel, het spul. Dus het is op zich niet helemaal verkeerd. Zo, ik ben lekker klaar. Ik zit even aan het opladen, want de camera was alweer leeg. Want ja, dat gaat soms best wel snel, maar geef niet. Dus ik heb hem nu gewoon even aan de opladen liggen. Net nog heel even langs de laatste randje toch nog van de schoenen heen gegaan. Waarvan ik toch nog een paar plekjes zag. Ik denk, oh, die heeft hij net niet helemaal goed gepakt. Maar ik vind het wel, ik vind het wel goed spul. Ik vind het echt wel goed ja, werken. Ik moet wel zeggen, het werkt dus niet. Wat ik al zei bij die All-Stars, dat werkt dus niet. Dat, die neus is te glad. Dat is zo'n gladde neus, maar ja, dat kun je dus ook gewoon met een doekje doen. Als ik dat had geweten. Nou, dat is ook gewoon prima, dus die heb ik al wel mooi teruggezet. Deze staan nu nog te drogen, maar die doe ik dan eventjes. Nu staan ze in de keuken, maar als ik dan heb gedoucht straks, dan zet ik ze gewoon even in de douche neer om goed te drogen. En dan kunnen ze morgen ook wel terug wat de kast in. Maar ik vind wel, ja, ik ben wel tevreden. Ik wist niet dat het zo goed werkte. En ik heb wel eens dat op video's gezien. Dat ik dacht van nou, zou het echt werken? Maar ja, ik kan wel zeggen dat het echt werkt. Ik had dit spul gewoon bij de Action gekocht. Meer winkels hebben het. Ik geloof een Kruidvat en een Hema ook wel. Alleen dat betaal je natuurlijk veel meer. Bij Action is het lekker goedkoop. Maar het werkte heel goed. Dus ze hebben het volgens mij ook voor zwarte schoenen. Dat zou ik ook nog een keer kunnen doen. Want ik heb ook wel zwarte sneakers. Maar goed, misschien dat het ook nog wel met een doekje kan. Maar ik ben wel heel blij met hoe het resultaat geworden is. Het valt me niks tegen. Ja, gewoon lekker weer, gewoon heel mooi fris wit. Ja, ik vind dat fijn. Nu lijken ze gewoon weer als nieuw. Terwijl ze dat natuurlijk niet zijn, want ik heb ze gewoon al heel lang. Maar ja, ik ben heel tevreden daarover. Nou, nu hebben de katten net lekker gegeten. En dat was ook weer fijn. Nu ga ik zo even relaxen, maar ik hoor allemaal muziek buiten. Ik weet niet of jullie het ook horen, maar ik weet niet, ze zijn ergens muziek aan het draaien. Maar ik ga zo even lekker uitrusten en dan straks lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik gewoon weer Hudson & Rex. Zin in? Ja, altijd leuk. Ik moet wel zeggen, ik had een lipgloss op met peper. En die begon heel erg te tintelen. En dat was vooral in het begin. Dat was terwijl ik die video aan het opnemen was. Maar nu is het tintel-effect weg, maar ik denk niet dat ik nou vollere lippen heb. Zal ik zo eens even kijken in de spiegel. Maar ik denk het niet. Volgens mij zie ze, als ik zo naar mezelf kijk, zie ze er nog even hetzelfde uit als altijd. Maakt niet uit. Het is wel een leuk kleurtje. Nou, verder ga ik vanavond. Ik zei dus al, volgens mij had ik al gezegd, hè, Hudson & Rex kijken. Ga even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Verder met de Lycon Lawyer. En daarna weer Scott & Bailey. En dan ga ik lekker de bedboek lezen. En dan ga ik weer lekker slapen. Dus dat wordt verder de avond niet heel bijzonder, maar gewoon prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder eigenlijk niet veel meer te vertellen. En ik zal morgen wel eventjes een update geven over de schoenen als ze helemaal droog zijn. Dat je even kunt zien hoe het er dan helemaal uitziet. Maar want nu zijn ze nog, moeten ze nog een beetje indrogen. Maar voor nu ben ik tevreden. Goed, tijd om te relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 19 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb weer die hete lipgloss op. En het is net of je een pepersmaak in je mond krijgt. Maar ik weet dat die strakjes wordt die minder. Dan doet het niet echt zeer meer. Maar als je hem opdoet is het net wel even heel heftig. Gisteravond heb ik gekeken naar Hudson & Rex. Dat was weer een mooie aflevering. Daar kan ik altijd wel van genieten. Daar word ik ook echt wel blij van. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik zelfs nog even een spelletje gedaan met Frank. Die vroeg of ik even meedeed. Dus hebben we even een spelletje gedaan. Eén potje. Toen stopte die. En toen ben ik zelf nog even verder gegaan. We hadden wel gewonnen. Dus dat was wel leuk. Nathalie deed niet mee. En toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. En mijn
blogpost gaan schrijven. Ging eigenlijk allemaal wel vlot. Ik heb zelfs al een deel voor de video voor volgende week klaar. Dus dat is ook wel lekker. Ik moet hem nog opnemen. Maar er zaten nog wat beelden voor die ik ook kon gebruiken. Dus dat was fijn. Toen ben ik verder gegaan met de Lycon Lawyer. Dat was wel weer heel spannend. Moet je soms wel eventjes goed inkomen hoor. Want soms dan is het wel even dat je even denkt van, oh ja, hoe zat het ook alweer? En toen heb ik nog eventjes Scott en Bailey gekeken. Maar ik merk wel dat ik me steeds meer ga ergeren aan die Rachel. Ik weet niet. Op een of andere manier, er is iets aan haar wat ik niet zo leuk vind. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Het boek is alweer uit. Ik heb net even mijn armband veranderd. Want ik heb nu dat pootje, zeg maar, heb ik nu echt... Ja, kan ik het laten zien? Die zit dus nu eventjes richting de sluiting. Want die had ik dus aan de andere kant. Maar dan vloog die er steeds af, omdat ik daar geen stopje heb. En er moet eigenlijk weer een stopje tussen. Maar goed, die moet ik eerst weer een keertje kopen. Maar voor nu is het allemaal wel weer eventjes prima. Kan ik hem in ieder geval niet steeds meer, als ik de armband afdoe, dat hij eruit vliegt. Dus dat is wel fijn. Ik had gisteravond heel erg last van dit oor, dat oorgaatje. Ja, hij is al super oud, maar die heeft de neiging om nog wel eens een beetje wat spul uit te komen. Dan wordt het heel vochtig en dat ruikt een beetje raar. Dus ik heb het weer even helemaal goed schoongemaakt. Ik heb hem nu net weer ingedaan. Ik heb hem er met slapen maar uitgelaten. Dus nou ja, goed. Even kijken hoe en wat, of dat het nu wel beter gaat. Gewoon niet te strak erin doen, want dan denk ik dat die klem komt te zitten of zo. Ik ga zo stofzuigen en ik ga eventjes de kleding in de handwas doen. Dat is ook wel weer eventjes lekker, dan is alles fris. Het is hier in huis best wel warm. Het was gisteravond 20,5 graden. Nu wordt de temperatuur buiten ook weer iets koeler. Dus ik ga ervan uit dat het nu in huis ook wel weer iets afkoelt. Maar ik vond het bij vlagen gewoon echt vies warm. Ga ik de kwasten eventjes wassen en eventjes in mijn blog en YouTube boek aan de gang. Ik moet nog even de vaatwassen leeg halen. Dus ik heb gewoon wat klusjes om te doen. Dus ik neem jullie gewoon even weer mee. Ik heb niet, ook niet zo heel veel te vertellen. Want er is gewoon weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dat is ook prima. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon wel weer eventjes mee. En ik zal zo meteen nog wel even een update geven van de schoenen natuurlijk. Ik heb de schoenen een hele nacht laten indrogen en dan vind ik het wel mooi. Ja, die zool, dat blijft een beetje vies. Dat krijg je niet helemaal schoon meer, maar ik vind ze er wel weer lekker fris uitzien. Dus die kunnen dan weer de kast in. En ook deze ziet er weer helemaal mooi uit. Misschien nog een keer de fetus wassen. Ik zal deze een beetje aantrekken, want ik heb nu mijn hele ding niet goed. Dus dat zal ik zo even doen. Maar het is allemaal wel weer lekker opgefrist. Dus ja, ik vind het wel goed werken. Dus ga ik binnenkort maar even verder met mijn andere schoenen. Maar zo ziet het er dus uit als het een nachtje echt heeft ingedroogd. Zo, ik heb een hikje. Nou, ik heb er heel veel gedaan. De kleden zijn schoon, die doe ik zo meteen even in de droger. Dan kunnen ze nog even wat drogen. Wel lekker dat die ook weer fris zijn. Weer goed stofgezogen. En nou, de bakken weer lekker geschept. De vaatwasser is leeggeruimd. Nou, alles ook alweer in de kast netjes. Mijn blog en YouTube boek is bijgewerkt. Ik heb mijn kwasten weer lekker schoon. Dus dat vind ik altijd wel weer heel erg fijn. Dus ik heb best wel even lekker wat klusjes kunnen doen. Dus ik ben op zich wel tevreden met wat ik allemaal heb kunnen doen. Dus dat is wel lekker. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. En dan strakjes lekker douchen en eten. Vanavond ga ik denk ik even Steenrijkstraat Arm terugkijken. En daarna heb je de Alles Kunnen Vips. Dat vind ik leuk. Daar ga ik weer naar kijken. Ik wil nog even verder met Mickey. En dan ga ik mijn vlog het grootste gedeelte in elkaar zetten. Misschien nog even verder met die ene video waar ik mee bezig ben. En dan ga ik lekker weer de Lycon Lawyer kijken. En
Daarna weer Danny Lewinsky. En dan ga ik lekker naar bed. En dan mag ik weer een nieuw boek uitzoeken. Want het gaat nu wel heel hard. Maar ik heb nu wat meer boeken gelezen die niet zo heel lang waren. Ik had nu bijvoorbeeld een boek die al maar 83 bladzijden. Dat is meer zo'n tussendoorboek. Is ook voor een keer best leuk hoor. Maar ja, dat zijn gewoon van die dingen die zijn dan gewoon. Dan heb je, ben je daar ook snel doorheen. En dat geeft ook niet. Dus ik ga wel weer even zien wat ik uit ga zoeken. Nu ga ik in ieder geval eerst even wat drinken en dan eens eventjes de kleden erin doen. En dan ga ik eventjes lekker relaxen, want ik ben nu best een beetje moe. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Dus nou, dat wordt het verder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder eigenlijk niks meer te vertellen. Er is ook helemaal niks gebeurd vanmiddag of wat dan ook. Dus eigenlijk, nee, ook via van de familie. Wij eigenlijk vanmiddag niet echt mensen gesproken. Ja, begin van de middag even, maar nu even niet meer. Maar dat komt later wel weer. Dus nou, dat komt wel weer helemaal goed. Nou, tijd voor mij om te relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 20 oktober. Ik zit klaar voor de wedstrijd van Ajax. Ik heb mijn shirtje aan. Ik heb precies de zon in mijn snoet. Dus dat is ietsjes minder. Maar nou ja, we moeten even doen zoals het er mee is. Muis is er ook. Ga ik voetbal kijken? Ga je voetbal kijken, muis? Ja, dus. Ze kijkt ook naar de televisie. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Steenrijkstraat. Oh, dat was een hartstikke mooie uitzending. Maar wat mij dan gelijk weer opviel bij het arme gezin is, dan gaan ze van huis en hebben ze niet even die keuken opgeruimd. En toen dacht ik wel van, nou ja, wat is dat voor kleine moeite. Weet je, de vaatwasser stond open, helemaal vol. Op de aardig stond ook nog allemaal vaat, wat waarschijnlijk schoon was. Want het stond uit te lekken op een druiprek. Dan denk ik van, maar vind je dat dan zelf niet fijn om even te zorgen dat alles netjes is voordat jij dan de deur uitgaat? Ja, ik zou denken, ik wil het dan allemaal wel netjes hebben. Ik heb altijd al zoiets, als ik visite krijg, dan wil ik ook echt dat alles netjes is, weet je wel. Terwijl ik gewoon echt wel zorg dat alles altijd schoon en netjes is. Maar dan vind ik het gewoon echt nog even extra fijn om te weten dat alles echt gewoon helemaal, ja, schoon is. En dan, ja, ik weet niet, dat is gewoon iets van jezelf, van mezelf. Maar goed, het was verder wel een mooie uitzending. En daarna heb ik de Alles Kunnen Vips gekeken. Nou, het mysterie rond Rogier Smit is ook opgelost. Hij was er dus nog wel bij, maar hij had dus nu in deze aflevering vals gespeeld, waardoor hij eruit moest. Ze moesten met zo'n zak moest je opblazen, er moest een eendje op en dan moest je zeg maar dat eendje door middel van die zak moest je hem in een badje schieten. Maar je mocht niet die zak optillen. Ja, wat doet hij? Hij heeft die zak opgetild. Dus ja, dat was uiteindelijk gezien en hij was heel vrolijk doorgegaan. Maar dat was gezien door de VAR, dus toen moest hij eruit. Nou ja, logisch. Maar het was verder, ja, was verder wel weer leuk. Ik heb nog even lekker Mickey gespeeld. En toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. Heb ik even die video voor het grootste gedeelte, die van aankomende zaterdag, al een deeltje afgemaakt. Ik moet hem natuurlijk nog opnemen, maar er zaten wat beelden voor. Maar dat leg ik nog wel uit in de video. En nou, toen ben ik lekker de Lincoln Lawyer gaan kijken. En daarna Danny Lewinsky. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik lekker een nieuw boek uitgezocht. En toen ben ik lekker gaan slapen. Toen had ik een beetje, ja, gedroomd over een spel waar Nathalie nog over belde, wat heel leuk zou zijn. En toen had ik een filmpje ervan gezien. Toen ben ik dat mee gaan nemen in mijn droom. Dus nou ja, goed, dat was minder. Nu ga ik lekker Ajax kijken. Ik moet nog wel even stofzuigen en even de groenten afhalen. En straks wel gewoon even foto's maken. Dus ik laat straks wel even de fotospullen zien. Maar nu ga ik genieten van de wedstrijd van Ajax. Ik weet dat heel veel mensen het niet leuk vinden, dat voetbal. Maar ja, het is wel een onderdeel van mijn leven. Dus ik wil er altijd wel even over praten. Dus nou ja, goed. Hopelijk wordt het een mooie wedstrijd. Dus hopelijk ga ik genieten. Fotospullen gepakt. Ik heb de All About Blur Erase Fine Lines & Pores Primer van Essence gepakt. Dan heb ik deze Velvet Matte Lipfinity van Max Factor. Daar ga ik foto's van maken. En een lip scrub van de Lip Lovin' collectie van Catrice. Dus hier ga ik nu mooi eventjes mijn foto's van maken. Heerlijk rundvlees in de pan. Dus daar ga ik echt wel vanavond onwijs van genieten. Dus dat zat lekker op met de pruttelen. Dus dat is wel heel erg lekker. Daar heb ik al heel veel zin in. Zo, de wedstrijd is net afgelopen. We hebben gewonnen, maar het was moeizaam hoor. Hercules kwam al vrij snel voor. En nou, toen kwam de gelijkmaker wel. Toen kwamen hun weer op een tweede goal. Toen kwam Ajax weer op een tweede goal. Toen scoorde Ajax de derde. Toen kwam Hercules vrij snel met de derde. Die werd eerst afgekeurd. Nou, toen hebben ze uiteindelijk nog gescoord. En toen kregen we nog een penalty. En toen hebben we daarmee uiteindelijk wel kunnen winnen. Maar ik vond hem moeizaam.
vond ook een klein beetje irritant hier. Die stream die viel steeds uit. De katten waren wat onrustig. Nou, ik heb verder wel alles klaargekregen. De groente is afgehaald. En de katten hebben net wel lekker gegeten. Maar ik weet niet. Ik heb gewoon wel eens fijnere zondagmiddagen gehad. Ik had nu vooral af en toe gewoon even wat irritatie. En dan, ja, dat is gewoon even iets minder. Maar goed, nu is de stream ook weer zacht gegaan. Ja, je bent er gewoon klaar mee. Maar ja. Verder is alles gelukt, de foto's zijn klaar en het rundvlees staat lekker op, dus daar heb ik wel heel veel zin in. Het is een flinke lap, er zitten twee flinke lappen in, dus, maar ik vind hem van Lidl ook altijd wel het lekkerst. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en dan eten. Ik ga vanavond ook mijn nagels lakken en ik ga eventjes Miljoenenjacht weer lekker kijken, daar heb ik wel zin in. Daarna eventjes nog iets terugkijken en nog even verder met Mickey. Foto's bewerken en dan ga ik lekker de Like on Lore kijken en weer verder met de ring. Maar ja, het is nu wel een beetje wat ik nog heb, heb ik. En dan, ja, donderdag pas weer nieuw. Dus nou ja, goed, dat komt ook wel weer goed uiteindelijk. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. Het was wel een heel leuk boek waar ik lekker in zat. Dus dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Want eventjes lekker relaxen, want ja, gewoon even de negativiteit een beetje van me af laten glijden. Want ik voel me gewoon niet helemaal, helemaal gezellig of zo. Ik heb net toch even de kleding nog uitgehangen. Die had ik in de droger gehad, maar die waren nog steeds een beetje vochtig. Dus nou ja, ik denk, ik ga nu niet die droger aanzetten. Versta ik helemaal niks meer van de voetbal. Maar goed, die hangen nu wel even uit. En het is meer een beetje klam nog. Ik had gewoon een verkeerde stand. Goed, dat is dat. Ik ga dus nu lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Goedemiddag, het is vandaag, ik moet heel even checken hoor, maandag 21 oktober. Ik ben klaargemaakt. Net een beetje een wat moeilijker gesprek gehad. Ik was gebeld door mijn moeder en Nathalie, eventjes omtrent mijn oma. Ik heb de laatste tijd eigenlijk niet echt updates gegeven omtrent mijn oma. Maar het feit wil dat ze toch wel hard achteruit gaat en eigenlijk elke dag dat ze er nog is, is een cadeautje. Zo moeten we het eigenlijk zien. Maar het kan ook zo afgelopen zijn. En dat is dan gewoon puur de ouderdom. En ze kan ook eigenlijk niks meer dan een enkel liggen. Dus daar werden we even van op de hoogte gebracht. Dat ze dat er nu over gebeld was. En mijn moeder ging er nu nog eventjes een keer extra heen met mijn oom en tante. Ze was er gisteren geweest, toen had ze gelukkig nog even met haar kunnen praten. Maar ja, ze hadden gewoon heel erg de behoefte om er nog een keertje heen te gaan. Dus dat hebben ze nu gedaan. Dus dat zijn ze nu doen. En dan horen we straks wel meer. Daarna heb ik nog even met Nathalie ook gebeld. Om er ook eventjes over te praten. En wij zijn altijd heel positief ook wel. Want elke keer als we dan zagen, ja, als ik nu over praat, krijg ik de tranen in mijn ogen. Elke keer als we dan zien staan van, en dat ze bijvoorbeeld weer wat had gegeten. En dus enkel een bordje pap of weer wat had gedronken. Dan, oh wat goed, weet je wel. Ze heeft toch wel weer wat gegeten en gedronken. En, maar ja, goed. Het is ook wel een beetje het stukje, ja, ouderdom. Waarvan je weet dat het, ja, gewoon achteruit gaat. En dat je gewoon eigenlijk hoopt dat ze ook niet bijvoorbeeld nog dement gaat worden. Of dat soort dingen. Er was ook wel een levensverwachting gegeven. En op een gegeven moment, ik heb er vorige week mijn coach nog over gehad. Toen zei ik, nou, ik denk nog wel dat ze daar overheen gaat. Maar ja, nu weet ik het eventjes niet. En mijn batterij is leeg, dus ik kom zo bij jullie terug. Ik moest even aan de oplader gaan zitten, maar daar ben ik weer. Ik moet even mijn coach beantwoorden, want die had ik ook even op de hoogte gebracht. Die die vroeg of ik er nog heen wilde naar mijn oma. Maar mijn moeder en Nathalie die zeiden al van, je moet je afvragen of je dat nog wil. Omdat ze eigenlijk heel veel slaapt. En het nu ook wel wat moeilijker is. Of dat ik dan de herinnering bewaar de laatste keer. Dat ik gewoon echt nog heel fijn met haar heb kunnen zitten en zo. Daar ga ik even zelf nadenken. Maar misschien dat ik het nog eventjes bespreek later. Dat is nu even de situatie. Dus daar hebben we eventjes over gesproken. En we moeten het nu gewoon weer even per dag bekijken. Maar ja, we moeten er wel rekening mee houden dat het ook wel snel afgelopen kan zijn. En dat is weer moeilijk.
Want ondanks dat je dat dan weet, zou het alsnog onverwachts komen als het gebeurt. Maar goed, dat is eventjes iets wat ik even wilde delen. Gisteravond heb ik gekeken naar Miljoenenjacht. Was wel weer heel leuk. En daarna heb ik het jaar van teruggekeken. Vond ik ook wel, wel leuk. Ik weet niet meer precies welk jaar, maar het is allemaal wat ouder. Het is niet helemaal echt recent meer. Ik heb ook mijn nagels gedaan en ik heb het laatste lakje van de Hidden Jungle, deze, in de kleur 04 Pink. Gaan we dat weer niet kunnen lezen? Mystery. Dus ik vind het wel leuk, weer zo'n glitter lakje. Ik vind hem wel heel mooi. En ik had gisteren in de folder van de HEMA iets heel leuks gezien. Dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik had daar een foto van gemaakt. Kijk, deze onwijs leuke, moet ik hem even zo houden, doekjes van Jip en Janneke. Even kijken hoe ik het... Kijk, dat waren 7 microvezeldoekjes voor 3 euro. Dus die wilde ik heel graag hebben, want ja, ze zijn van Takkie en Sipie en jullie weten dat ik daarvan hou. Dus ik had aan mijn moeder gevraagd, zou jij alvast even willen gaan kijken? Want mijn moeder die had vanmiddag gewoon vrij, dus misschien alleen even wat planten halen. En zou jij willen gaan kijken? Want ik weet zeker dat ik donderdag ga dat het op is, want het was ook echt op is op. Toen hebben we Nathalie en ik allebei zo'n leuk setje met doekjes gehad. Dat is echt super leuk. Heel blij mee, dus ja, dat is wel heel erg... erg lief. Nou, ik heb gisteren mijn foto's bewerkt. Ik moet er nog even de laatste, want ik ga ook de blogpost over de nagellakjes schrijven. Maar dan moet ik van deze nagellak nog even de foto maken in mijn handen. En dan kan ik die nog even bewerken. En daarna ben ik de Lycon Lawyer gaan kijken en toen de ring. En nu heb ik nog 2 afleveringen om te kijken. En donderdag komt het weer. Dan moet ik gewoon elke week maar gaan kijken. Want dan heb ik niks meer. Dus dan ga ik weer wat anders opzoeken. Maar wel super spannend. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik even lekker mijn boek gelezen. Maar ik vond het personage eventjes zo zielig. Dat ik gewoon een beetje de tranen in mijn ogen had. En ik weet dat het vast goed komt. Maar het was gewoon even heel zielig. Maar goed. Ik heb mijn nagels van het weekend eventjes helemaal glad gemaakt met dat setje wat ik had gekregen voor mijn verjaardag. En dat wil ik jullie eventjes laten zien, want het is een setje van de Action en het gaat heel makkelijk. Heel veel opzetstukjes ook. Je kunt er ook gellak mee verwijderen. Maar ik heb dat eens even uitgetest en ik vond het echt super handig. Dus dat ga ik jullie eventjes laten zien en dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Ik ga even een muziekje aanzetten. Ik hoop dat ik mijn hoofd een beetje leeg kan maken, dat ik eventjes een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, gewoon eventjes een beetje... Even mijn gedachten kan verzetten met schoonmaken. Ook al blijft mijn hoofd er wel steeds bij. Nou, ook de telefoon in de gaten als er nieuws komt. Maar ze gingen nu eventjes een kopje koffie drinken. Dus ik hou jullie wel een beetje op de hoogte. Maar ik wil dat nu wel eventjes delen. Ik heb de afgelopen tijd er weinig over verteld. Maar ik had nu wel even de behoefte om het even te mededelen. Dus... Nou dat. Ik ga nu even aan de gang. Ik laat jullie even zien hoe het met mijn hoe dat werkt met die vingers doen. Ik ga even mijn nagels doen. Eventjes helemaal een beetje mooi glad veilen en zo. En ik doe dat dus met die set die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Want ik ben heel erg benieuwd. Ik had hem nog niet geprobeerd, maar dat ga ik nu doen. En ja, het is echt ja, heel veel. Dus je hebt echt heel veel ja, mogelijkheden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat dit gaat werken. Even de inhoud van het doosje laten zien. Dit is dan zeg maar het apparaatje. Deze gaat op snor. En hij heeft ook licht. Dus dat is ideaal. Dit is het snoertje wat erbij zit. Je moet alleen zelf even een stekkertje doen. Dan heb je hier een doosje met allerlei attribuutjes. Die je dus kunt gaan gebruiken. Dat kun je dan gewoon ook zo weer afsluiten. En je hebt hier ook allemaal nog extra slijptolletjes zeg maar, om het maar even zo te noemen, dan kun je ook de gel nagellak weer afhalen en ook nog van deze dingetjes. Dus het is best een leuk setje. Ik had hem nog van mijn verjaardag gekregen, maar ja, ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat bevallen.
nagels zijn weer helemaal klaar. Ze voelen weer glad en zacht. En ik heb al die rare randjes eraf kunnen veilen. Dus echt die dubbele randjes. Ze zijn momenteel wel een beetje kort helaas. Maar nou, ik vind het wel heel mooi. Ik had hier bijvoorbeeld bij deze had ik echt zo'n dubbele rand. Dus dat is scherp. En die is er nu helemaal af. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik vind het echt een heel fijn setje. Zo, ik ben net klaar. Oeh. Ja, was al eventjes goed doorpoten, maar dat geeft niet. Kwam natuurlijk nu ook even omdat ik tussendoor even heb gebeld. En dat is ook gewoon belangrijk. Dat moet dan ook gewoon. Maar ik heb alles wel weer afgekregen wat ik wilde doen. Ik heb het alleen wel super warm. Het is hier in huis ook letterlijk 20 graden. Wat op zich goed is, dan hoef ik niet te stoken. Maar het is ook een soort van benauwd gewoon binnen. Ik vind het in de slaapkamer ook zo vies warm. Ik kon er gisteravond ook helemaal niet van in slaap komen. Ik had het gewoon zo warm. Ik vond het vreselijk. Dus ik weet ook niet hoeveel graden het buiten is, eerlijk gezegd. Ja, ik ga even checken hoor. 16 graden, maar het is hier binnen gewoon 20. Ja, op zich is wat ik zeg, is prima. Maar nou ja, van de week loopt hij ook wel weer een beetje op. Maar het is nu wel gewoon goed warm. Maar alles is lekker klaar. De katjes hebben net hun eten op. En ik ben dan wel weer blij dat ik alles weer gered heb. En nou, er hangen wel wat buien in de lucht. Ik ben heel benieuwd. Mijn moeder is inmiddels weer thuis van het bezoek van mijn oma. Ja, verder eigenlijk niet veel nieuws. Ze sliep gewoon. En ja, ik geloof, ik weet niet of ze er echt wakker hebben gezien. Ik denk het haast niet. Maar goed, dat hoor ik later nog wel. Maar voor nu was het gewoon rustig. En nou, net wat ik straks al zei, we bekijken het gewoon per dag. En ja, we zien het wel. Nu ga ik zo eerst even lekker wat drinken en daarna even relaxen. Want ik ben nou een beetje gaar. Ik had al slecht geslapen, dus ja, dan hakt dat er weer eventjes in. Dan is mijn energie een beetje laag. Nou, dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond gewoon goede tijden en de Meilandjes. Ik ga nog even een spel doen. Nathalie had een superleuk nieuw spel. Die zei, die moet je eigenlijk ook wel eventjes, die kun je in de e-shop kopen. Met de supermarkt, was echt superleuk. Dus we moeten nog eventjes naar kijken, was nu maar 5 euro. Verder ga ik mijn video in elkaar zetten. Daar moet ik de thumbnail ook nog van maken, want daar ben ik nog niet aan toegekomen. Mijn blogpost schrijven. Dan ga ik de Lycon Lawyer kijken en daarna weer de ring. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. En hoop ik dat ik nu iets minder verdrietig ervan word. Ik had gisteren gewoon eventjes zo'n verdrietig gevoel, maar dat komt wel weer goed. Nou ja, zoals jullie hebben kunnen zien was ik heel tevreden over dat nagelsetje. Echt die dubbele nagel. Ik heb heel veel van die dubbele nagelrandjes. Die komt er helemaal mooi afhalen, zodat de nagellak er ook mooi uitziet. En ja, zo'n thuismanicure is ideaal, want ja, het is alleen een beetje onhandig. Ik kan met rechts heel goed en met links heb ik er een beetje moeite mee. Maar ik vond het echt een ideaal setje. Hij is dus bij de Action te koop. Ik geloof nog geen 6 euro, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar goed, ik ga dat nu eventjes doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want verder ga ik nu niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 22 oktober. Ik zit wederom met mijn snuit in de zon. Even kijken of dit ietsjes doet. Nou, het wordt er niet heel veel beter van. Ik ben klaargemaakt en slecht geslapen. Ja, toch het hele gebeuren met oma, dat slaat gewoon een beetje op het lichaam. Mijn moeder had slecht geslapen, Nathalie had slecht geslapen. Ik had gisteravond ook, toen moest ik gaan koken. Maar ik had zo'n steen in mijn maag dat ik eigenlijk helemaal geen trek had in eten. Nou ja, toch maar wat gaan eten. Maar ja, het was niet fantastisch. Toen gooide Mickey nog een bord van het aardig. Die heeft het gelukkig overleefd. Nou, ik was zo blij, want oh, ik denk, oh, als je nu ook nog dat bord kapot hebt, ga ik helemaal huilen. En ja, dat het is mijn roze bord. Dus nou, gelukkig heeft hij het overleefd. Daar had ik heel erg geluk mee. Ik wilde dan aan de IKEA dat het best goed stevig is. Dus dat was even vervelend. Nou ja, uiteindelijk wel gewoon gekookt. Maar ja, ik had broccoli. Die geur die blijft altijd een beetje lang hangen in huis. Ik heb geen afzuigkap. Ik heb hier gewoon zo'n afzuiging. Werkt allemaal niet echt lekker. Nou, gisteravond werd er ook niet echt heel veel meer. Kwamen ook niet echt updates over mijn oma. We hebben zo'n app. Daar kunnen we elke dag in kijken hoe het gaat. Vandaag is ze weer wat helderder, stond er. Ik kreeg straks ook een foto. Dan denk ik ook, ja, het is fijn om dan wel weer even een foto te zien. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van, god, ja, zo in dat bed. Ik vond het ook niet het prettigste beeld om te zien. Maar ja, goed, het is even wat het is. Maar ja, het slaat toch allemaal best wel op je lijf. Tenminste, heb ik dan last van. Ik heb gisteravond gewoon gekeken naar goede tijden. En daarna,
naar Château Meiland en Rots. Nou, dat is op zich wel leuk, maar je merkt gewoon dat je gewoon dat je met zulke andere dingen bezig bent, dat je er niet helemaal bij bent. Ik heb nog wel even een spel gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ging allemaal wel goed. Ging de Lycon Lorry kijken. Dat was echt een super spannend einde. Toen was het natuurlijk afgelopen. Dus toen kan ik vanavond wel weer verder. En daarna de ring. Nou ja, toen ben ik lekker naar bed gegaan mijn boek te lezen. Maar gewoon, ik lag niet echt lekker. Het is zo vies warm op die slaapkamer. Ik heb nu die roostersmaak weer opengezet. Want die had ik toen het een paar weken geleden zo koud was maar dicht gedaan. Dat was echt heel koud. Maar het is nou zo vies warm dat je gewoon... Het is gewoon vies benauwd. Dus dat is het ook net niet. Dus nou, toen wilde mijn horloge niet meer opladen. Die ging maar tot 22%. Toen zei hij, doe het zelf maar. Nou, ik heb hem uiteindelijk wel weer naar de 100 gekregen. Maar ik denk ook dat dat ook een beetje eindeoefening is. Dus het ging wat dat betreft allemaal lekker. Dus ja, weet je, we proberen het vandaag gewoon weer positief op te pakken. Maar gewoon doordat je met zoveel dingen bezig bent, is het allemaal wel een beetje lastig. Dus nou goed, hè, weet je, we zijn er gelukkig wel gewoon voor elkaar. En ja, dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je elkaar probeert te steunen. Kijken zoals... ja, ik durfde ook eigenlijk niet echt meer te gaan kijken in de app voor ik ging slapen. Want ik denk, ja, zometeen lees ik iets. En ja, er is natuurlijk dan niemand waarmee ik het kwijt kan. Want mijn moeder en Nathalie, die slapen dan al. En ja, ik denk, dan moet ik het helemaal in mijn eentje. Dat vond ik ook een beetje spannend. Dus ja, het is nu gewoon afwachten. En we moeten het maar gewoon aankijken. En we moeten het maar zien. Ik probeerde net de IKEA te bellen, want er is dus een plank uit die mankast. Die is gewoon finaal afgebroken. Hij zat er gewoon goed in, maar die ligt dus nu gewoon echt los. Die lag ineens los in mijn kast. Dat is al een paar weken geleden gebeurd. Toen heb ik een mail gestuurd. Maar nu hoor ik maar niks. Toen probeerde ik ze te bellen, maar de wachttijd was 10 minuten. Ik was er op een gegeven moment zo klaar mee. Ik hoorde voor de weet ik hoeveelste keer dat deuntje. Toen dacht ik, oh, laat maar. Ik probeer het later nog wel een keer. Ik had er eventjes geen zin meer in. Ik ga zo een video opnemen als ik stof gezogen heb. En daarna even diamond painten. Ik heb een beetje lichte hoofdpijn. Dus het komt allemaal wel weer goed. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus dan neem ik jullie daar gewoon weer eventjes bij mee. Dus ja, nou, ik heb op zich wel zin om de video op te nemen. Want dan kan ik je spullen ook weer in gebruik gaan nemen. Dus dat gaan we nu maar eens eventjes doen. En verder probeer ik er een positieve dag van te maken. Ook al is het nu een beetje lastig. Maar dat ga ik nu doen. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb alles netjes opgeruimd. Dat is wel weer fijn. Ik heb spullen beneden gelaten van de shoplog die ik al nodig heb. Dus dat is ook wel weer goed. Katten hebben het lekker gegeten. Diamond painten was wel even lekker. Tot dat de kerstmuziek langs kwam op mijn iPod. Nou, toen had ik het er snel mee gehad. Daar was ik echt een beetje klaar mee. En nou ja, goed. Die, ja... Dat is gewoon, daar ben ik gewoon nog niet echt klaar voor. Ondanks dat ik al wel hier en daar wat kerstdingen heb gekocht. Ik zit nog niet in de kerstmuziek sfeer. Ik denk dat ik mag echt nog wel eventjes wachten. Dus, nou ja, op zich verder wel lekker. Maar ik merk gewoon dat ik nu even niet zo lekker in mijn vel zit. En ook gewoon, ja, ik heb natuurlijk slecht geslapen. En ja, dat hakt er gewoon altijd een beetje in. Ik kan daar gewoon niet zo heel goed tegen. En ja, dan... merk gewoon ook eventjes wat minder in mijn vel. Maar dat komt alweer goed. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten maken.
Vanavond ga ik kijken naar Goede Tijden en daarna Bureau Maastricht. Heel erg benieuwd naar. Ik altijd wel weer leuk om naar te kijken. Ga even een spelletje doen en dan ga ik mijn vlog afmaken met editen. Mijn foto's bewerken. En dan ga ik lekker The Like on Lawyer verder kijken. En de laatste aflevering van De Ring die ik op de band heb staan. En dan ga ik lekker naar bed toe. Boek lezen en slapen. En hoop ik dat het een betere nacht wordt. Ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Want ik heb verder toch weinig meer te melden. Dus ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!